Ja, beste vrienden. Vrienden, kijk eventjes. Joop Leeuwendaal is hier. Dag Joop. Hey, dag Harry. Hallo jongen. Hoe is het? Ja, voor de mensen die hem niet kennen jongens, Joop Leeuwendaal is al zo lang met Ajax verbonden. Dat is toch zo Joop? Hoe lang al? Weet ik veel. Ja, ik ben nu 64, dus ik kom al 62 jaar bij Ajax, Harry. Kijk, die man is Ajax jongen. Dit is, je kijkt gewoon naar Ajax. Dat is wat je ziet als je Joop ziet. Ja. Ja, en jullie zien hem al een beetje in de achtergrond. Zie je hem al een beetje meeschuiven. Johan Cruijff. Want daar staat hij bij het beeld van Johan Cruijff. Hé Joop? Ja, zeker. Ik sta voor het stadion. Hè. Maar goed, vanwege de COVID is het stadion hermetisch afgesloten. Dus ik kon ook niet stadion naar mijn... Stadion dicht, arena dicht. Dus Joop staat bij het beeld van Johan Cruijff. Laat het beeld eens even goed zien, Joop, als je wil. Ik ga dat even laten zien, Harry. Ja, Joop gaat het even laten zien, jongens. Let op, hè. Goed. Het beeld van Johan Cruijff. Komt hij aan, hè? Ja. Ja, laat me even goed zien nog. Even iets doordraaien. Ja. Oh, kijk. Ja. Iets. Ja. Laat maar helemaal zien, Joop. Hij lijkt echt mooi, Harry. Ja. Even midden in beeld graag. Ja, daar zijn voeten. Ja, gezicht. Ja. Knie. Naar voren, bal. Ja, laat maar even zien. Kijk. Ja, ik heb hem eigenlijk nog niet goed gezien. Ja, een mooi beeld, hè? Luister eens even goed. Jij bent ook verbonden of teammanager of wat je ook bent bij de allerkleinste bij Ajax, hè? Ja, dat is het 20ste jaar, denk ik. Ja. Ik denk dat we in 2000 met 100 jaar bestaan begonnen zijn met F's, 2000 of 2001. De dus F's hebben we het over, jongens. De F's bij Ajax. Nou, noem er eens even een paar. Ja, als we dan van het heden uitgaan. Dan hebben we bijvoorbeeld een lichting gehad met Kenneth Taylor. Ja. Brian Brobbey. En Ryan Gravenberg. Oh, kijk hier. Nou, die zaten dus in één team. Ja. Die zitten nu ook alle drie bij het eerste. En die zijn alle drie 18. Ja. Dus daar zit ik daar wel van. Dan vind ik dat prachtig. Een Ajax-lied heb jij, hè? Dat is van jou, hè, toch? Ja, kijk, dat was een oud bestaand lied in de jaren 50 al. Ja. En, nou ja, goed, dat werd dan vroeger wel gedraaid, maar dat is op een gegeven moment heel op het dwaalspoor geraakt. Ja. En eigenlijk werd dat niet meer gedraaid, in de Meer niet meer, in het Olympiastadion niet meer. En, ja, Michael van Praag was onze voorzitter. Dus vroeg hij mij, wil jij morgenochtend mee naar de studio? Zou jij de club niet opnieuw in willen zingen? Ja. Nou, eerst zo trots als een aap met zeven lullen. En dan zeg je natuurlijk ja. Ja, dat heb jij gedaan. Ja, want beste mensen, vergeet niet. Joop, die zingt ook, hè? Joop, jij kan lekker zingen, toch? Ik kan, nou ja, goed, zeg je niet van jezelf. Maar ik kan wel de maat houden. Hij kan de maat houden, daar heb je het al. Ja, Joop kan lekker zingen, hoor. Doe even twee regels van het Ajax-lied. Kom op, laten we horen. En jacht een davre langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. De ploeg der dappere Meerse helden, onze vreugd en trots bezit. Hup Ajax, hup, rood-witte scharen, dappere strijders, vier en koen. Nou, zo gaat ie. Goed, ja, leuk. En ja, even Johan erbij. Goed, joh. Ja, prachtig. Ja, is Harry. Ja. Ik ben natuurlijk ook trots. Want ze hadden natuurlijk ook bijvoorbeeld Vroger kunnen vragen. Ik noem wat, of Peter Beens of Danny de Munk. Maar ja, ze hebben het voor mij gelaten. Nou ja. Even een vraagje, Joop. Belangrijke vraag. Wie is jouw beste speler nu bij Ajax? Waar geniet jij het meeste van? Anthony Nieuwkomer. Daar kan ik echt van genieten. Ja, Anthony. Straatje wel. Ja. Hey, hij heeft een opdracht van trainen, maar wel gewoon zijn trucje doen. Maar wel functioneel. Nee. Ja. Dat is trainersgelul, maar ik vind, Anthony ken ik erg van genieten. Maar bijvoorbeeld ook van Nico Tagliafico, hè, door zijn inzet, dat krinta. Jij woont in Spanje, jij weet wat het is. Nou, dat ontbreekt wel eens bij Ajax, hè, want Ajax wil vaak mooi voetballen en te lief. Ja, maar je hebt ook een beetje Rausdouwer nodig af en toe. Ja, inderdaad. Maar goed. Dan zit ik in zo'n appgroepje en dan
zeg ik eerlijk, hij heeft van de week zijn contract verlengd. Maar als ze voor hem 25 of 30 miljoen kunnen krijgen, mag hij van mij weg. En dan Wijndal halen voor de helft. Dan denk ik, ja, die is 20. En Nico 29, 3 jaar genoten van Nico. En die Wijndal kan lekker naar Ajax. Kan hij op niveau gaan voetballen. Je mag nog even het stadion niet in. Dat is jammer natuurlijk. Ja. En, maar goed, daar zingen we altijd wel bloed, zweet en tranen. Wil ik van jou even horen, bloed, zweet en tranen. Kom op, Joop. En die wil jij van mij nu horen? Ja. Zonder, nou ja, goed, dat gaan we gewoon doen hoor, zonder muziek. Gewoon even dat Ajax-gevoel, Joop, kom op. Ja, nee, natuurlijk. Je kan het... Dat kan je niet, niet uitleggen. Joop, beschrijf mij in 2 zinnen het Ajax-gevoel. Wat is het? Ja, dat is, hebben ze wel eens meer gevraagd. Dat is moeilijk te omschrijven, omdat het zit in je DNA. Het zit in je bloed, in je hart, in je hoofd. Ja, dat je nu ook niet naar het stadion kan, dat is natuurlijk vreselijk. Maar goed, ik word ermee wakker en sta er vaak mee op. Of elke dag denk ik wel eens aan Ajax met Vlarden. En mijn vrouw zou wel eens denken van, jezus, heb je hem weer met zijn Ajax? Waar waren we gebleven eigenlijk, Joop? We waren gebleven bij bloed, zweet en tranen. Ik heb het goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen. Zo voel ik me vandaag. Geproefd van het leven. Zoveel vrienden ongekend. Met bloed, zweet en tranen. Zij rot hier nu maar op. Met bloed, met zweet en tranen. Zij ik vrienden, dag vrienden, de koek is op. De koek is op. Dankjewel voor het zingen. Helemaal top. En we gaan elkaar zien, hè? Ja, groet aan Spanje aan je vrouw daar, hè? Ja, doe ik. Dankjewel.